Nou Rob, de derde keer dat we hier zo zijn. Zeker. Vertel eens wat over wat we nu aantreffen hier zo. Ze zijn net bezig met de eerste keer steken. Het is een mooi zonnetje, dus ze schieten de grond uit. Ja, het is ongelooflijk, wat mooi. Durf je het aan? Ik ga mijn best doen. Oh god. Kijk, in één keer. Mooi dikke. Zeker een mooi dikke. Gaatje mooi dichtmaken. Gaatje mooi dichtmaken. Hé, en wat gebeurt er nu? Nou, ze nemen al de asperges mee, de mannen. Aan het einde van de rij zetten ze alles in de kist. Vervolgens gaat de kist in het water. En waarom is dat? Nou, we zetten ze in het water, want de asperge die wil nog wel eens doorkleuren. En als we in het water zetten, in koel water, dan blijft de asperge mooi wit. Dus dan hebben we een mooie witte kop. En welke kleur wordt die anders? Violet. Violet. En dat willen we niet? Dat willen we niet hebben. We willen mooie witte koppen. Oké, hartstikke goed. Kijk, hier zijn ze dan. 6 uur in het water gelegen. Zoals je ziet, blijven ze mooi wit. Ja, helemaal wit. Zo willen we ze hebben. En zo gaan we ze sorteren. Nou, de bakken worden op de band gezet. Worden daar vervolgens door mensen op de band gelegd. De band zorgt ervoor dat ze daar bij de computer komen. Daar worden de asperges op lengte afgesneden. Ja. Vervolgens maakt een camera maar liefst 7, 8 of soms zelfs 9 foto's ervan. Ja. Aan de hand van de parameters die wij invoeren, valt een asperge in een bepaalde klasse. Daar zijn 38 uitgangen. Dan valt ze in één van die bakjes bij de bijpassende sortering. Ja. En als de kist vol is, dan geven de dames het kistje een zetje. En wordt het kistje daar naar het laatste station vervoerd. Even kijken, het gewicht neem ik aan van het kistje? Ja, op gewicht brengen, mooi dekvelletje overheen. En dan wordt het bij de pallet gezet, bij de juiste sortering. En dan op weg naar de winkel? Op weg naar de winkel. Rob, onwijs bedankt voor deze dagen dat je me hebt laten zien wat voor werk er allemaal moet gebeuren voor één kistje asperges. Ja, bedankt dat je kijken kwam nemen. Ja. Ik heb voor jou nog een prachtige bak asperges. Ja, geweldig. Ik hoop dat je er wat moois van kan maken. Nou, dat gaat zeker lukken. Absoluut. Mooi. Hartstikke bedankt. Bedankt.